Hallo kijkers van Mixed Gamers, en welkom terug bij weer een nieuwe Pokémon MMO. En Kevin, wat wil je zeggen? Niks. Oh. Tangela. Tangela? Niels. Tangela. Ik ben hier vandaag weer met dezelfde crew als de vorige keer. En ja, je weet al wat je de vorige keer je weet al wat we nu gaan doen. Spelen we de crew? Ja. Oh mijn god. Heb je de beta key, Nick? Nick, stap in de auto en ga hier rechtuit. Brr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 
Holy gratis shit. Beta keys voor iedereen. Voor iedereen. Maar okay. Nick, mag je dan zo'n beta key? Nee. Je gaf ze gratis weg! Nick, welkom in de safari, Johan. Je hebt 30 ballen om Pokémon hier te vangen. Maar gratis ballen! Surf halen. Ja, we gaan eerst surf halen. Hé, maar Kevin, ze zijn er wel hier gratis, omhoog. Maar kun je ze wel betalen? Maar heb ik voor altijd die ballen? Ja, je moet... Nee, je hebt ze niet voor altijd, alleen in de safari zo. Nee, je hebt de keuze om een bal te gooien, om zijn voedsel te gooien of een steen tegen hun hasses te gooien. Oh, ik gooi meteen een bal, what the fuck. Nick, hoe kun je die gym verliezen, jongen? Ik heb met één Pokémon gered. Oops, ik heb Doduo gevangen. Ik ook, maar hoe kan dat? Jordi, jij moet eens Giovanni killen. Ik heb ook een Doduo. Jordi, je moet eens Giovanni vermoorden. Oh, maar Niels, zo kom ik wel aan die 50 Pokémon. Ja, dat is in de Team Rocket basis. Ja, maar waar is die? Ga maar heen. Die zit onder de grond, Jordi. Ja, en hoe kom ik daar? 50 verschillende Pokémon trouwens niet. Jordi, je moet naar de casino. Moet je het allemaal verschillende hamaasjes kiezen? Nee, Jordi, je moet naar de casino, moet je op een poster. Met een poster praten. Ja, maar daar ben ik al heel veel in geweest. Niels, niet zo snel. Kevin, volgens mij heb ik dat al lang gehaald. Maar er lopen nog wel een paar van die Team Rocket gasten hier. Ah, kut. Execute. Kevin, maar daar kreeg je toch een masterbal? Biggie. Oops. Oké. Okay. Wat kun je eigenlijk met die masterbal in deze game? Want volgens mij kun je maar geen legends. Godver. Wat godver. En het één stap naar voren direct weer een Pokémon. Ah nee, dan kom ik een execute tegen en dan gooi ik meteen een Pokémon, maar ik kan vechten, maar dat... Nou, kom ik. Maar heb ik nou al die Pokémon straks? Ja. Die heb gevangen. Wat moet ik dan in dat zo? Die waren allemaal in je PC gedrukt, Nick, geen zorgen. Die gaan allemaal in je computer vol staan, Nick. Ja, die gaan allemaal op jouw computer zitten, Nick, en die gaan allemaal vredig sterven in jouw computer, omdat jij er geen aandacht aan besteedt. Ik denk ja, ik denk dat als ze erop gaan zitten dat de computer kapot gaat, Niels, maar... Jongens, lachen even, voor het idee. Volgens mij hebben we deze nodig, Nick. Nee, Jordi, je krijgt helemaal geen master. Quick Cloud, dat is het met Niels. Nee, maar Nick, als je die Quick Claw geeft aan je Pokémon, mogen ze altijd als eerste aanvallen, volgens mij. Correct me if I'm wrong, Kevin. Waarom? Het is alsof ik hier de pro ben. Ja. Oh, ik vind hier een... Waarom ben ik de pro? Van de mod, of zoiets. Omdat als ik het aan Nick vraag, er niks anders uitkomt dan... Maar ik heb wel bijna al... Ik heb ze wel tot nu toe... Jetty! Ik heb de Diamond gespeeld, ik heb de Platinum gespeeld, ik heb de... Het is een Pokémon Addiction hier. Niels, moeten we nog ergens heen of... Ja, hier zo. Nou, ik ben nog aan het vechten. Ik heb de Platinum gespeeld, ik heb de Diamond gespeeld, ik heb de Soul Silver gespeeld, ik heb Diamond? De Diamond? Ik heb de White gespeeld, ik heb de Black 2 gespeeld. Ja, ik kom terug. En toen ben ik kwijt. En toen heb ik die allernieuwste nog gespeeld. Die nu uit is. Nice! Ik heb altijd met Lego gespeeld. Oh! Ja, die wil ik hebben! Ik ook. Nidoran! Nidoran. Oh, ik heb al een Paris, laat maar. Nee, je hebt al Nidoran, toch? Nee. Oh, cute! Nidoran, mannetje. Oh, cutie. Oh, deze wil ik ook hebben. Nidoran, een vrouwtje. Een mannetje, ik weet niet wat het is. Nee, ik hoef al die Pokémon's niet, zegt hij. Oh, die wil ik hebben. Ik gooi wel een steen tegen hem aan. Hier, fuck jou, Nidoran. Waarom? Ga je die niet vangen? Hey, maar dan... Yay, ik heb hem! Wow! Misschien hij heeft hem gevangen met een steen, what the fuck. Ja, zo werkt Pokémon niet. Ja, maar Jordi, kijk, normaal stribbelen ze tegen, weet je wel, als je ze probeert te vangen. Ja, maar als je gewoon een steen gooit, net zoals dat je jouw moeder toen een appel gooide tegen die koe aan. Als je nou gewoon een steen recht voor zijn hasses gooit, dan valt hij neer en dan kun je makkelijker vangen. Ja, maar het is dat er wel een gat in die koe zijn kop. Niels, nu denken alle abonnees dat mijn moeder een hooligan is. Oké, Niels, waar moet ik heen? Daar naar beneden volgens mij. Jongens, een Flaffy is evolving, jongens. Even voor het moment. Wij evolven hier.
Een Ampharos. Gok het even. Ampharos. Dat was maar hier en ik. Hey, je zegt de bal. Ik ken ze allemaal uit ook mijn hoofd. Hoppakee. Ik ken ze allemaal. Oh, in dat geval, Kevin, daag ik je nog voor iets. Hey, Jody! En nou, Niels? Thunderpunch lerken. Naar links en naar het huisje, denk ik. Volgens mij zit daar Surf, maar ik heb eventjes een Nidoran vrouwtje gevangen. Ja, 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 Jody. How you doing? Oeh, ik vind hier iets heel graags. Een Fanonat. Fanonet. Kevin, ben je hier al lang geweest? Ik ben er al naar beneden geweest. Ja, ja. Ik heb Giovanni al vermoord, ik ga er weer naar buiten. Hoezo ga je hier vechten dan met die kerel? Omdat ik daar toch niet tegen had gevochten. Volgens mij moeten we hier Kevin. Met eentje praten, volgens mij deze. Niet zo zinloos. Je hoeft helemaal niet te vechten met deze gast. Nee. Jawel, Jody. Welke is het? Hoeft niet. Wel. Mag wel. Kut. Time's up. Nick, praat nog eventjes met dat mannetje. Sneak weg. Ja, je krijgt een HM. Ja, wat ik praat met de mannetje. Heb je iets gekregen van hem? Nee. Oké, ik moet er nu opnieuw in. Ik ben niet bij het surf gekomen. Kut. Hoe zat jouw tijd op? Je hebt zeg maar een bepaalde tijd dat je rond mag lopen in de safari zone. Waar zie ik de tijd dan? Ik weet niet zien. Oh, die maar steps bedoel je? Als je daar wil komen, moet je vrij goed doorlopen. Hoe kun je ook alweer rennen op dit spel? Met X. Deze site heeft mij gefopt. Ik dacht dat ik bij level 31 zou evolven. Ja! Ik zie een stier! Ik zie iemand met een shiny. Nick, die is vet zeldzaam. Je bedoelt die Tauros, of niet? Ja. Dus 5% kans dat je die vindt. Ja, die is fucking cool. Oh, maar hij is weg. Nick. Hij is weg. Hij rende weg. Nick, je had hem moeten voeren. Voeren? Je beet. Ja, beet. Maar soms gooi je dat beet net zoals Niels iets te hard en dan rent ze weg. Ups. Maar is die echt zeldzaam? Ja, best wel. 5% kans. Net zoals een site, die kun je ook voor mij 3% kans of zo? Mhm. Ik kan het hier wel zien, ik ben toevallig op die site. Maar, die wou ik vangen. Ja, site 1%. Ja, hier. Hey, hoe kom ik aan de pokervloed? Want die ligt best een dikke Snorlax op de weg. Tauros 1%. Holy Pinsir 1%. Nidorino heb ik opeens gevonden. Hey Niels. Ja. Waar vind ik de pokervloed? Zeg het maar. Ik heb deze Pokémon nog nooit gespeeld, dus. Ik heb het Nidorino gevangen, jongens. Hoppakee. Pokervloed. Nee, niet bullshit lullen. Dan moet je naar dat spookstadje. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Waar die Gengars en zo kan vangen. Ja, en dan bovenin die Pokémon Tower gaan, dan heb je hebt Giovanni verslagen, toch? Ja. Oké, als het goed is heb je dan van hem zo'n ding gekregen. Zo'n Silphco of zo. Oh, dan komt zo'n dode Marowak komt dan toch ook? Ja, precies. En daar bovenin zit dan zo'n mannetje en die geeft jou de Pokémon fluit. Oké, er komt wat langs. Het is een mini grasmaaier. Hamelot. Wat daar kron. Ja, die doet normaal. Het is wel zo. Ik ga je net zo lang door totdat ik de stuur heb gevonden. Dat is alsof de Haakron een scheldwoord is, Kevin. Jongen, die grasmaaier gaat er niet onder mijn gras. Onder mijn huis grasmaaier. Onder mijn gras. Onder mijn huis grasmaaier. Hij zit in je kelder, Kevin. Hij gaat die grasmaaier. Hij zit in zijn hoofd. Oh shit. Waar jullie in hem eigenlijk? Bij Nick komt ook wel een grasmaaier. Hihi, dat joke. Niemand begrijpt het, hè? Dat maakt niet uit. Behalve die ene kerel. Behalve Kevin. Kevin snapt het pas. Ja. Ja, maar Nick, we moeten nog wel eventjes denk dat surf pakken. Surf? Kijk eens, moet ik er dan weer opnieuw in? Snapt. Kan ik er weer opnieuw in dan zometeen? Ja. Heb ik dan weer 30 pokeballen af? Ja. Ja. Echt? Ja. Ja. Nee. Ja. Helemaal niet, ze lullen bullshit, Nick. Ik vind elke keer die kut Fenonet. Die staat goed, Nick. Ik ga hem gewoon vangen, want ik moet die 50 pokeballs hebben. Ja, ik zit ook maar gewoon een beetje pokeballs te gooien, kan ik ze straks allemaal leuke namen geven. Pa, ding dong! What the fuck is de ding dong? Don't draw me ding dong, time's up. Ding dong. Ding dong. Ding dong. En dan Nick gewoon dezelfde weg, alleen deze keer ga je niet bij de ene stuk naar beneden, maar Niels, je weet zelf dat het niet goed gaat komen.
Weet ik, maar ja. Oh nee, ik moet tegen Gary! Gary! Tegen Gary vechten. Hoeveel geld hebben jullie eigenlijk? 10k. 6k. Ik heb 18k. Niels, ik ben nu al de weg kwijt, ik moest omhoog, of niet? Ja. En dan naar links of naar rechts? Kevin, waar kan rechts. Ik dat zien? Ja, daar bovenin. Jordi, hoe lang heb je dit wel niet gespeeld? Of hoe lang geleden is het dat je dit hebt gespeeld? Nou, ik heb vorige week één keer gekeken, maar... Gekeken. Ja, toen moesten we... Was dat deze week? Nee, vorige week. Maar, waar kan ik dat zien? Ik wil al mijn geld tellen. Oh, ik heb 27k. Nou, Nick, kom op. Of 127. Nick, ga je deze keer niet ophalen, je moet maar naar me toe komen. Ja, je bent er al, nice. Oké, gewoon... Ik heb nog 402 stappen over. Volgens mij hier om naar boven. Ik wacht wel hem. Nee, ik kan niet wachten, ik ga kom. Ik kan niet wel. Kut. Paris, ja, gooi me gewoon met die bal, want ik heb ze toch gewoon nodig. Behalve als je hem al hebt. Oh, kut, vang ik nog een keer een Paris. Hey, je moet ergens een lift key krijgen, toch, voor dat gedoe. Waar kun je die vinden, Kevin? Onderin, helemaal onderin. Helemaal bij Gary? Nee, niet bij Gary. Jongens, ik heb de titel van de aflevering gevonden. Gonna catch them all. Ja, we gaan ze wel allemaal vangen hier zo. Oké, Nick. Als jullie wat moois voor me kunnen vinden, vind ik het helemaal best. Wat vind je iets moois dan? Nog een Chansey? Heb ik al. De Kevin gaat full Chansey. Daarom zegt hij ook nog een Chansey. Oké, geef mij nog maar een Chansey als je eentje vindt. Dus. Oké, top. Nou, hier op aan. Je mag er ook 6 geven, of 5. Wacht even, ik moet er vechten. Deze heb ik al, dan moet ik gewoon weg. Niels, 5 vind ik ook genoeg. Ja. Omhoog of naar links? Omhoog, ik kan niet, naar links. Dan ga ik wel full Chansey. Oh, dan moet ik alweer vechten. De Kevin, dan ben je wel echt ziek tanky. Snap je hem? Dat is gewoon niet leuk. De ene doet gewoon waterattacks, de andere vuurattacks. Echt, kun je dat? Weet ik niet. Je kan toch aanvallen leren? Ja. Nee, Nick, je kunt niet door het bosje. Ja, goed zo. Hier op aan. Goed zo. En dan gaan we hier. Godschuldig terugkomen. Player has been defeated. Hoeveel stappen heb je nog over, Niels? 156. You stinker, what the fuck. Gewoon naar beneden, Nick. Ja, nice. En dan hierheen. Hier ligt een Pokémon. Ja, pak die even op, want die is belangrijk. Goldteed. Daar kunnen we zo strength mee halen. Oké. Hierheen. En dan praat je met deze bitch. En dan... Daar gaat de grasmaaier weer. Doei, grasmaaier, doei. Secret House! Ik ben de eerste, maar jij stond er al. Oh nee, Anak! HM03 is surf. Bla, 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 bla. Nou, in ieder geval, nu mag je in de bosjes rondrennen en Pokémonnetjes vangen nu. Woehee! Op naar de stier. Ik heb nog 100 steps. Ik heb nog 200. Je kunt trouwens ook wanneer je maar wil hier terugkomen. En dan hoef je niks meer te betalen. Jawel. Maar goed, het belangrijkste heb je, surf. Dat was het helemaal waard. Ja, daarom haal ik Nick hier ook heen. Ja, maar dat heb ik dan nog wel weer onthouden. Yay, hoera voor Niels. Ik heb dit spel misschien 3 keer gezien of zo. 3 keer uitgespeeld. 1 keer zelf uitgespeeld, maar... Hey Kevin, bukte jij hem ook de tyfus bij die draaidingetjes? Ja. Dat is niet normaal meer, jongen. Oh, jezus. Oh ja, die draaipatterns. Als je erop ging staan, dat je dan gewoon naar 1 kant wordt gedraaid. Ja, gewoon naar de muur heen of zo. Ja. En dan dat gebeurt heel erg bij dit spel. Oeh, deze wil ik hebben. Ik wil de stier hebben. Een Licky Tongue! Wie? Een Licky Tongue! Zeg maar niks. Die is zo pauper slecht, Niels. Oké, wat moet ik doen, jongens? Bait, rock of ball? Bait. Bait. Rock. Oké, ik gooi rock eerst bait. Rock on! Ja, ik gooi eerst bait en nu gooi ik een steen tegen zijn hasses. Ja. En nu gooi ik een bal. Nee! Is hij weggerend? Hij is boos. Nee, ben mis. Hij is boos. Hé! Hey. En als hij boos, ja, gooi die ballen niet. Gooi die steen, Niels. Rock on, come on. Ja, die fuck off. Nee, kut, hij is weg. Ik wilde zo graag die Licky Tongue. Yes, hij heeft hem nu, jongen.
Victory! Zijn dingen zeldzaam, Niels? Ja, best wel een beetje. Maar het is gewoon een kerel niet met een lange tong. Waarom wil niemand die nu? Ja, maar die kan nog evolueren naar een dikke tong. Nog een lekkie tong! Woe, hij is niet zeldzaam. Nou, woe, hij is niet zeldzaam, Jordi. Wat fuck. Ik vind jou ook een keer dat kut die para's. Die kut para's. Ik wil jou niet. Paras. Kom op, Rock. Gooi die steen tegen Licky Tank. Ik boos. Is boos. Paras, Paras, Paras. Flikker op met je Paras. Hij wil niet in die fucking pokeball van mij. Hier, nou, hier beet, jongens. Hier, vredig even. Blijf. Blijf, Licky Tank. Goed zo. Gooi die Nee. Licky Tank. Kevin, ik heb de Lefky. Ja, 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 ja. Naar welke verdieping moet ik nu? 3. Ah, je lult, man. Ik lul niet. Kut! Niels, niet schelden. Nee. Ik heb 20 pokeballs op die Licky Tongue gegooid. Nee, ah. Zijn al die pokeballs op? Ja, al die 30 safari balls. Ja. Nou ben je weggeteleporteerd. Ja, ik wilde gewoon die Licky Tongue. Dat is gewoon een Pokémon die bij mij past. Net zo gestoord. Ja, precies. Licky, Licky, Licky. Oh, ja, dit is een nieuwe. Nidorana. Dat is een meisje. Als je Licky Tongue ziet, Nick, please vang hem van mij. Maar ik kan hem maar 2 stappen zetten. Oh ja, dat is mijn. Nick, weet wat je jezelf aan doet, hè. Vrolijk. Weet je wat zeker? Yes, ik heb hem gevangen. Gevangen. Gevingen. Gevingen. Nee, gotcha! Ik heb hem gevingen. Ik heb nu denk ik wel rond de 50 Pokémon's. Niet te veel nadenken. Nee, nog langer niet. Hè? Huh? Niet te veel nadenken. Ding dong! Ik heb hem gevingen. Ja, Nick heeft een meisje gevingen. Niels, waar zijn jij? In Pokémon Center. Wat doe je daar? Huilen. Ah. Ah, dat vind ik zielig! Trouwens, Tauros heeft 4% in waar we net waren, niet? Wat? Dat ja. Wat? Dat ja. Nou, ik ben ook in het Pokémon Zendcentrum. Ja, voor mij ook. Zijn we alweer in SFR, ja. Ik ga even de winst bekijken. Ja, ik ga ook eventjes mijn Pokémon's namen geven. Oh, moet ook gebeuren. Ik heb maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gevangen. Oké, we beginnen met de Doduo. Die gaan we noemen... Doritos. Accept. Je moet ik wel heb nu site gebruiken, Niels. Nee, ik gebruik hier mijn woordenboek. Waar is mijn woordenboek? Ja, nee, net alsof de Doritos in jouw woordenboek staat. Ja. Maar Riepalen was het eerste wat ik mee opkwam. Oké, okay, oh shit. Oeps. Dat viel bijna wat. Nou, ik heb in ieder geval weer mijn pocket woordenboek. Nederlands. We zijn nu met Nidoran mannetje. Nidoran mannetje, jongens. Zeg maar stop. 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 Oké, okay, boom, dit. Lotto. Yo. Lotto. Lotto. Accept. Nou, Nidoran mannetje, het is Lotto. Dan hebben we nog Nidoran een vrouwtje. Zelfde verhaal. Gaan we stop. Oké. Okay. Omwaaien. Oké, okay. Wat een kutnaam. Omwaaien. Oké, okay, nee. Rhyhorn. Kutnaam, Niels. Stop. Ik wou het zeggen. Snelbinder. Snelbinder. Oh, die past ook echt bij een Rhyhorn. Nou, execute. Ja, ik heb best wel veel gevangen. Tongriem? Wat is dat dan, een tongriem? Ah, dat klinkt... Ah. Slijmvliesplooi onder de tong. Oh, tongriem. Heb je wat geleerd? Ja, je hebt geleerd. Met een Pokémon-avond hier. Ja, je moet denken dat we met Pokémon bezig zijn. Hey, is een Venomoth, is dat goed? Is hij sterk? Nee. Even grappig. Nee, is niet grappig.
Oké, okay, alles wat retarded en slecht is, vind ik heel mooi. Ja, net zoals... Ja, ik noem deze ook gewoon zo. Ik noem deze ook mooi. Mooi. Hey, is de Nidorino beter dan Nidoran? Ja, ik ga er niks over zeggen, want ik vind ze allebei proper slecht. Ze zijn even goed, nee. Al die normale Pokémon's met de stats van normal, die zijn allemaal fucking slecht. Behalve Metagross. Of een Heracross. Sleepboot. Maar Nidorino is toch de evaluatie ervan, of niet? Nee, Nidoking. Nou, daar snap ik er helemaal niks meer van. Maakt niet uit, Nick. Ik ga op het idee. Ik heb me warm. Hey, Kevin, je moet nog gewoon een keer vechten tegen mijn Eevee met Shadow Ball, hè? Waarom? Oké, jongens, ik heb wel een paar goede aanwinsten erbij. We hebben Doritos, Lotto, Omwaaien, Snelbinder, Tongriem, Mooi en Sleepboot. Mijn leven is compleet. Tik, 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 tik. Zo. Ik vind het wel heel goed geweest. En dan stoppen we de aflevering. Wait a second. Hoes Knoene. Hoes Knoene, ja, zo noem jij hem maar. Ja, ik noem mijn Pokémon wel Hoes Knoene. Even kijken, train dat ding. Nou, we zijn al bij de vijfde gym, jongens. Wat een gekke guy. Ja. Nou ben ik aan het twijfelen. Zou ik mijn Nidoran van level 30 in plaats van mijn Golem van level 27 doen? Ja. Ik denk dat je Golem veel beter is. Ik denk ook dat jouw Golem wel sterker is. Maar dan moet je gewoon denken welke vind ik cool. Zo kijk ik. Nee. Als ik een team maak, Niels, waar ik Japanners mee ga verslaan, kijk ik niet naar of die mooi is. Jongen, mijn appelbol maakt die Japanners kapot. Dan kijk ik naar of ik een vuur-Pokémon in mijn team heb, een water-Pokémon, elektriciteitssoort. Niels, de Chinezen nemen de wereld over, dat heb je nooit. Niels, jij mag gewoon een keer op mijn Nintendo tegen Chinezen vechten. Dat lukt je nooit, Niels. Dat lukt je niet, Niels. Je gaat de boord in, Niels. Ja, Niels gaat de boord naar China. Ik werd geïmporteerd. Jongen, Kevin, ik heb een fucking Venusaur, oftewel een Charizard. Ik heb YOLO, dat is mijn Voltorb. Niels, Pokéball zuigen, mijn Weeping Bell en Appelbol, mijn Clefable. Niels. Get on my level. Ik heb een Mega Charizard en nog een andere Mega Charizard. Waarom heb je er twee? Ik heb een Mega Charizard X en een Mega Charizard I. En eentje daarvan is shiny. Het is oprotten, Niels! Heb je geruild of heb je gewoon beide games? Ik heb ze geruild. Oké. Ik schrok eventjes. Heeft er eigenlijk al iemand op dit spel een shiny tegengekomen? Ja, Nick toch? In het begin, maar dat was het niet on camera. Een Caterpie. Ja, waarom, die had je erg moeten vangen, jongen. Ja, Nick. Ik had hem voor al mijn 27k had ik hem gekocht. Ja, maar hij is wel shiny. Hij is wel shiny. Ja, shiny! Precies. Shiny! Hij is wel shiny. Dat bedoel ik maar. Het is wel shiny. Zou ik mijn surf in plaats van tackle of in plaats van bubbel doen? Tackle. Of eraan of je dat neemt. Fuck. Ja, ik denk tackle. Fuck tackle. The fuck niet. Ligt eraan of je nog pokers mee wilde vangen, mag ik zeggen. Hoe lang zijn we al bezig? Te lang. Al 23 minuten. 24 minuten op je zijn. Nou mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef even een blauw duimpje omhoog. En ja, dat is het eigenlijk wat je bedoelt. Abonneer op ons kanaal! En hou je de deurbel. Doei jongens. Doeg. Yo. Yo.